Hallo allemaal en welkom bij onze Zobbykraam. Vandaag neem ik jullie mee naar de boerderij van Charlie. Charlie is de koe, die is designed bij Anna. En Anna heeft een hele leuke babyperk uitgebracht. Echt super gave boerderijelementen. Koeienprintjes, kippenkoeien, koeien, melk, trekkers. Als je een kleinkind hebt of een buurjongetje die van trekkers houdt. Nou, hoe leuk is dit? En een mooie weide met zonnebloemen. Een leuk voorbeeldkoetje. Superleuk. Dan zijn er dan vier mannetjes. Je hebt Charlie de koe. Je hebt een hekje, een ballonnetje, een bloemetje met een grasje. Deze gebruik ik heel veel, vooral dat gras. En je hebt natuurlijk de boerderij. Die is ook erg leuk. En het zonnetje met wolken. Die gebruik ik ook heel veel. En hij wordt uitgelegd in de Hobbyzine nummer 53. Daar heeft Carla ontzettend veel leuke ideetjes mee bedacht. Dit is er eentje van. En even kijken, zal ik nog eentje laten zien? Ook super leuk. En omdat ik nu met de Precious Marika lijn Beautiful Butterfly bezig ben, dacht ik, weet je, ik ga gewoon Charlie zijn eigen vlinderboerderij geven. Daarvoor gebruik ik de Vreemal. De Butterfly, dat is de CD10141. En dat is de A5. Nou, daar begin je mee. Die heb ik in het paars uitgestampt. Ik had er gewoon zin in om hem een paarse vlinderboerderij te geven. Kan het? Ja hoor, dat kan gewoon. Die vouw je dus dubbel. Dat is gewoon die frame. Die stond je in één geheel uit. Dan krijg je dit geweldige vlinderframe. En ik heb een beetje vellum gebruikt. Deze glansvellum die komt uit de weddingcollectie. En deze is 10,3 bij 14,7 centimeter. En die plak ik daarachter. En dat doe ik dit keer met de tacky glue. Dit ga je wel zien. Ja, het is toch aan de binnenkant. Maken we er een mooie swirl van. Je kan er ook voor kiezen om een stukje designpapier natuurlijk en dan weer overheen te plakken. Dat heb ik nog niet gedaan, maar dat kan ik uiteindelijk nog wel eventjes doen. Maar we gaan het zien. We gaan gewoon een leuke kaart met jullie maken. Is mooi. Ik doe hem dus een klein stukje vanaf de rillijn. Zo vouwt hij mooi dubbel. Daarom is hij ook iets kleiner dan hoe je het normaal zou doen. Ik moet hem nog een stukje meer die kant op doen. Maar goed dat ik het zag. Die vlinder die was net buiten het randje. Nou zo. Dan kun je dus voor kiezen om daar ook een stukje designpapier te doen. Zoiets op die manier zou ik dat dan doen. Heb ik nu niet gesneden, dus kan ik nu niet laten zien. Maar dit stukje papier is 11,3 bij 8,5 centimeter. En het komt uit de Precious Marika lijn. Kun je ervoor kiezen om hem heel mooi zo te doen. Maar ik ga voor het rustigere achtergrondje. Want we gaan een leuke boerderij maken. Dat had ik al gezegd, de maat. Ja, die had ik al gezegd. Hij staat hier ook nog eens een keer op de achterkant. Maar het leek me handiger om het daar gewoon neer te schrijven. Dan hoef ik het niet zo te zoeken tussen al die vlinders. En die plakken we mooi daarop. Nou, als je een plaatje op doet, ben je natuurlijk ook al helemaal... Het hoeft niet met Charlie de koe, maar ik had gewoon zin om hem vandaag eens even zijn eigen boerderij te maken. Nou, heb ik een heel mooi vlindertje uitgestanst. Die komt bij de Beautiful Butterfly collectie, maar je kan natuurlijk ook elke vlinder gebruiken die je hebt. Ik heb wat andere onderdeeltjes van Charlie. Ik heb de schuur, ik heb zijn lijfje. Ach, ik heb zoveel lopen stansen. Heerlijk. En dan gaan we al die leuke dingetjes in elkaar zetten. Daar gebruik ik mijn precisielijm voor. En dan heb ik de dakgoot.
Die heb ik uitgestanst in paars van de boerderij. Ik heb volgens mij nog nooit de diertjes laten zien op mijn YouTube kanaal. Dus ik denk, het wordt er tijd voor. Het wordt er tijd voor, jongens. Hoe leuk is het dan om die frame te gebruiken? Dan heb je eigenlijk al een hele mooie kaart. Nou, dan gebruik je er een leuk diertje op. Ik vind hem helemaal leuk. Mooi vellum takgootje. En we hebben een raampje, die hoort ook bij de boerderij. Is dat de deur? Dat is de deur natuurlijk, dat is helemaal geen raam. Dit is het raampje. Super leuk. Ik denk als we dat hier ongeveer daar doen, dan heb ik de tekst gefeliciteerd uitgestanst in paars en in vellum. Die wou ik dan daaronder doen. We gaan eerst nu eventjes Charlie in elkaar zetten. Of gaan we hem een andere naam noemen? Ik weet het niet. We kunnen nu alle kanten nog op. Dit is gewoon het lijfje wat bij Charlie zit. Daar heb ik nog niets vreemds aan gedaan. En dan ga ik even wat lijn op het vlinderlijfje doen. Dan heeft Charlie alvast, oh, er komt even een vliegtuig over. Er komt wel heel laag over, ik voel zelfs de grond trillen. Heel apart, maar goed dat Jack niet ligt te slapen. Gisteren lag hij wel te slapen, toen gebeurde dit ook. Oh, dat is wel gek trouwens, dat we 2 dagen achter elkaar, nee, maakt niet uit. En toen werd hij wakker. Daarna heeft hij niet meer geslapen. Het is zo'n lichte slaper, echt waar. Nou, Charlie heeft ook voetjes. Hij heeft dit keer lange benen. Zal ik Charlie trouwens eventjes er nog bij pakken? Kijk, dit zijn de voetjes. Ik kan hem er zo even bij leggen. Dan kunnen jullie zien wat ik pak. Het heel veel onderdeeltjes. En je krijgt hem bij de Hobbyzine of je kan hem loskopen. Hij staat namelijk gewoon in de webshop. Kijk, zo staat hij. Nou ben ik er nog niet over uit of ik hem dan ook nog voetjes moet geven. Ja. Zien jullie dat? Dat is leuk. Dat zijn de hoefjes, die komen daaruit. Ik zie dat ik het lijfje een beetje gek geplakt heb. Maar daar kunnen we nu al niks meer aan doen. Of wel? Nee, daar gaan we niks meer aan doen. Nou zegt het voetje ook nog. Het beentje. Doeg. Zo, die zit er snel weer opgeplakt. Dan gaan we het hoefje een beetje schuin erop doen. Vind ik wel leuk. Is echt super leuk zo. Dan heb ik hier ook nog 2 kleintjes. Ik denk dat dit nou een beetje zo de handjes zijn. Maar dat moet nog wel eventjes iets van een voetje bij, vinden jullie ook niet? Of niet? Twijfel. Even dus de andere erbij pakken. Ik heb ook nog die in wit uitgestand, die grote.
En dat dat leuker is. Zo kun je dus heel veel spelen, hè, met deze lieve beestjes. Dat vind ik het schattig. En dat doe ik ook heel graag. Ik vind ze echt heel schattig. Ze zijn ook heel makkelijk in elkaar te zetten. Ik heb het hoofdje gewoon in wit gestanst. En dan heb je zo'n soort lapje. Die heb ik weer in zwart uitgestanst. En ik gebruik voor het neusje de kleur... Ik denk zand. Maar voordat ik dat... zeker weet... Oh, moeilijk. Nee, het is de kleur zalm. Nee, ook niet. Nee, het is wel zand. Of is het chamois? Ach, het is chamois. Ja. Oeh, wat is dat moeilijk, hè? Wat ligt het dan goed bij elkaar? Maar dit is hem. Dat is nummer 07. Chamois, champagne. Ondertussen is mijn lijm natuurlijk alweer ergens anders opgeplakt. En dat is het leuke van zo'n beestje en je eigen creativiteit. In de natuur zijn ze perfect. Maar op jouw kaart is het jouw creatie. Kijk hoe leuk. Nou, dan moeten de vlekjes er nog op. Maar ik vind hem nu al heel erg leuk. Al zeg ik het zelf. Nou, je hebt dit malletje. Dat is deze. Die kun je ook als oortjes gebruiken. Heb ik tenminste wel een paar keer al gedaan. Dus dat gaan we ook bij één kant doen. De andere kant niet. Die heeft natuurlijk al een oortje. Dat vind ik namelijk leuk. Om die dan in het zwart te doen. Die kun je ook voor kiezen om die dezelfde kleur te doen als de neus of de uiers. Kan allemaal. En de rest gebruik ik, want ik heb het twee keer uitgestanst voor de vlekjes op zijn hoofd. Op zijn lichaam. En ik heb hier zo'n soort pruikje. En die, dat is zijn haardos. Iets meer lijm. Zo. En we hebben ook nog een heel leuk staartje. Doen we die er nog bij? Of zonder? Nou, moet wel een staartje hebben, vind je ook niet? Dat is ook gewoon een stand, dat is die. Die daar. Omdat aan deze kant natuurlijk niet heel mooi, niet de vleugels minder mooi naar voren komen dan de andere kant, doen we hier mooi het staartje. Kijk zo. En hier hebben we ook van die horentjes. Maar die ga ik niet gebruiken, want ik vind hem zo leuk. Nou, hier zit een lelijke vlek. Daar doen we sowieso een vlekje. En we hebben nog een ronde. Dan geef hem onder zijn kin. Geef hem dat oortje. De binnenkant. Een soort zitje. Leuk. Dan moet ik nog even een keer een vlekje uitdraaien. Want we willen natuurlijk wel dat de voetjes ook nog een vlekje krijgen. Die ga ik eventjes uitdraaien. Momentje. En dat is natuurlijk gewoon in zwart.
Speel daar lekker zelf mee met al die vlekjes. Geef hem zoveel als dat je zelf wilt. Maar zo vind ik hem helemaal leuk. Dus dan gaan we nu gefeliciteerd opplakken. Dat heb ik uitgestanst. Ik weet zo even niet het nummer. Maar als je gefeliciteerd zoekt in de webshop, dan vind je hem wel. Hij is van Card Deco. En die heb ik uitgestanst in dubbelzijdige tape. Dan heb ik gelijk een sticker. Een sticker van mijn dijkhut. Ik heb alleen de stipjes los liggen. Want die was ik even vergeten dat ik die nog op moest doen. Dan denk je, ja maar het spat er niet van af. Nee, dat komt zo meteen. De tekst bedoel ik dan. Nou, ik heb ook gefeliciteerd uitgestanst in vellum. Dat plakt, want dat heb ik op dubbelzijdige tape gedaan. Dat plakt heel erg. De kunst is om het een beetje rechterop te plakken. Dus op deze manier. Kijk, dan heb ik de stipjes nog wel hierin zitten. Maar ja, die zijn natuurlijk niet meer perfect. Dus die. Perfect, daar bedoel ik mee als ik ze nu als afdrukker indruk. Dan werkt dat niet. Oh, hij is schattig. Vinden jullie hem ook leuk? Dat is wel belangrijk, hè? Zullen we dit maar vastlijmen? En dan een beetje met foam, dat hij een beetje omhoog komt. Dat is denk ik wel leuk. Dit is klaar. Ja, dit is klaar. Nou, top. En dan gaan we Charlie een beetje omhoog doen. Er zat nog een plakkertje op. Zo. En dan komt daar de boerderij. En dan komt Charlie hier. Een koe die een vlinder wou worden. En dan heb ik ook nog wat kleine vlindertjes uitgestampt. Het leek me wel leuk als die een beetje rondfladderde. Of daar. Die zitten ook bij de Beautiful Butterfly collectie. Het zijn hele kleine fijne. Dat is wel heel erg leuk.
Dat is leuk. Nou, dan gaan we nog wat accentjes geven. Daarvoor gebruik ik de Staedtler White Pen. Even natuurlijk zijn oog. Een mooie witte stip. Ik was heel voorzichtig. Want die ogen die maken hem, of die breken hem, zoals je dat zo mooi kan zeggen. Nou, geef hem hier een paar van die witte haartjes. Daar precies hetzelfde. Ja, gewoon even wat van die hoekjes om te benadrukken, zeg maar. Zo. En vlinders, een soort oogjes. Ze zijn niet de mooiste, maar ik vind ze leuk zelfs zo. Ik ga daar niet, nee, daar ga ik niet allemaal nog weer oogjes aan geven. Zo vind ik hem heel erg leuk. Ja, ik ben er helemaal blij mee zo. Moet je even kijken van, doen we er nog wat bij? Gaan we nog glimmertjes bij doen of iets? Maar nee, ik vind hem leuk zo. Nou, ik hoop dat jij het ook weer een leuke video vond. En wie weet zie ik jou de volgende keer wel. Ik ga namelijk nog eentje maken met deze leuke. Niet de koe, maar de eend. En dan met de summer collectie. Dus de eend gaat niet spetteren, maar gaat lekker op het strand spelen. Dat had ik in ieder geval in mijn gedachten. We gaan hem nog eventjes maken. Maar dat zien jullie dan vanzelf wel. Ik wil je weer bedanken voor het kijken. En wie weet tot de volgende keer. Groetjes. Doei doei.